Nou, ik denk, wat hoor ik? Allemaal leuke kleine kippetjes. Kijk nou. Is dus in onze vakantie. Oh. Heeft die stinkert zich verstopt met haar eitjes? Met 1, 2, 3, 4 kuikentjes. Maar dat is niet zo slim aan deze kant. Want ze kunnen er dus niet door dat gaas heen. Ach. Nou, wat een schatjes. Maar je moet eigenlijk moet je erdoor, hè? Je zit in de moestuin. Jeetje. Laten we maar eens even onderzoeken. Nou, een paar dagen later. Kijk nou toch eens. 1, 2, 3, 4, 5 kuikentjes. Kijk eens. Hier. Hier. Kom maar. Kom maar hier. Kijk eens. Hier. Zo. Ja, 5 kuikentjes. Oeps, oké. Okay. Lag er nog meer hier. Er liggen nog 2. Ja, nog 2 eitjes. Maar die zijn hartstikke koud. Dus die gooi ik gewoon weg. Niks aan de hand. Kijk eens. Je moet ook drinken. Ja, kom maar hier. Ik ben al weg. Oh, het zijn er 6. Nou, het zijn er dus 6. Het zijn er dus 6. 1 hele witte. Een beetje het kleurtje van de mama. En iets ertussenin. Nou, het ziet er mooi uit, joh. Dat heb je lekker stiekem gedaan. Alleen ja, het enige probleem is dus dat ze hier zo naast de sloot zitten. Dus ze moeten er eigenlijk moeten ze wel weg hier. Even kijken waar ze het beste naartoe kunnen. Nou, allemaal lekker eten, allemaal lekker drinken. 6 kuikens, lijkt me meer dan voldoende. En, nou, het is nu avond. En de kippie zit dus hier. En 's nachts, als het donker is, zien kippen niet zo heel veel. Dus ik ga haar transporteren, eerst in die bak. En dan naar een hok, ergens anders. Waardoor ze dus gewoon veilig zit aan de goede kant van het hekje. Ik weet ook natuurlijk niet of die kuikens in de sloot zijn gevallen. Of dat ze gepakt zijn door iets anders. Een kat of een roofvogel of een kou of iets dergelijks. Dus maar in ieder geval. Hé hey joh, ja, ze is hartstikke fel. Ja joh. Hé. Hey. Blaast ook een beetje mee horen. Nou, ik ga er even rustig pakken in het donker. Zo, daar zitten die kleintjes. Nou, ik heb moeders in mijn handen. En ik heb die kleintjes in een bak. Ze gaan even naar een ander hok. Nou, kijk. Daar zitten die kleintjes. Hier zet ik moeder neer. En dan doe ik die klep dicht. Kijk, ze gaan er gewoon lekker bij de onder zitten. Dan doe ik de klep dicht, dan is het weer donker. Zo. En dan zit ze hier prima. Droog, niet in de regen. En niet meer bij de sloot. Nou, boei. Morgen moet ik wel eens even zoeken. Een beetje de weg kan vinden. Nou, dan is het ochtend en dan komt ze heel hard aangerend. Maar dan is er 1 ding vergeten. Dan is ze dus ook een kuikentje vergeten. Jongens, jongens, jongens. Dus dat moet even goed voor. Kijk, daar rent ze alweer terug. Goed zo. Ik ga even kuiken voor naar haar brengen. Kijk, daar zit ze met haar 4 kids. Tussen alle anderen. Dat is altijd maar het beste, want dan wennen ze daar meteen aan. Kan moeders, die is fel genoeg, hè? Hebben we gisteren gezien. Dus alles, ja, dat komt wel goed. Ze is wel voorzichtig. Dat is prima.
Nou, even later zit ze relaxed, maar niet zo relaxed. Want ja, nee, ze zitten alle vier aan deze kant, maar die kuikentjes kunnen dus door dat hekje heen. En moeders eigenlijk niet. Het zou op zich wel een goeie zijn. Want die kuikens zitten aan de andere kant, zitten namelijk gewoon. Aan de andere kant zit gewoon wel gaas. Maar goed, kijk, ze vloepen er makkelijk tussenuit. Hè? Even uitkijken bij dat zwijn. Ja, toch maar niet. Ik heb een heel groot lijf, hè, heeft dat zwijn. Ja, toch maar niet erlangs. Oeps, toch maar wel erlangs. Nou, helemaal prima. Nou, het is nu avond en dan moeten eigenlijk, zou ze weer met haar kuikens naar het hok moeten. Maar dat wordt een beetje lastig, want dat begrijpt ze dus niet helemaal. Het zijn wel leukertjes. Gaan jullie ze van de kant kijken waar ze uiteindelijk slapen en dan stop ik ze gewoon weer in dat hok. Kijk het dan tussen die ganzenflappers. Ja, jullie zijn helemaal niet bang, hè? Nee, voor die grote ganzen. En die grote haan. Nou, het ziet er hartstikke goed uit.